Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van oktober bespreken. Ik heb in oktober 5 boeken gelezen. Dat is voor mij doen eigenlijk niet heel erg veel, maar ik had ook echt 1 boek waar ik heel moeilijk doorheen kwam en waar ik over getwijfeld heb of ik hem uit zou lezen. Nou, ik ga je in deze video meer informatie geven over deze boeken en ik vertel uiteraard wat ik van de boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de gelezen boeken van oktober, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Funky Food Truck. Dat is deel 3, geschreven door Saskia Oudshoorn. In de vorige gelezen boekenvideo heb je al kunnen zien welke andere 2 delen ik uit deze reeks heb gelezen. En dit is dus het laatste deel. Dit boek gaat nog steeds over Ramone en Justus. Die hebben dus inmiddels een fake relatie. En ze laten dat eigenlijk een beetje zien ook op Instagram. Door over te laten komen alsof ze het heel gezellig samen hebben. Ze doen wat leuke dingen samen. Zo gaat Ramona met hem kleding kopen omdat zijn manager vindt dat hij een ander imago aangemeten moet krijgen, ook qua kleding. En Ramona helpt hem om dus kleding te gaan kopen. Ze gaan ook een dagje samen naar de skipiste toe, wat Ramona heel spannend vindt, want ze heeft nog nooit geskiet. Maar uiteindelijk, met vallen en opstaan, krijgt ze er toch wel plezier in. Als ze klaar zijn bij de skipiste, heeft Justus een aantal gemiste oproepen van zijn familie en komt hij erachter dat hij met spoed naar het ziekenhuis moet omdat zijn opa in het ziekenhuis ligt. Op dat moment komt ook Timo de parkeerplaats oplopen en die biedt nog aan om Ramona naar huis te brengen, maar Ramona kiest ervoor om mee te gaan met Justus. Het gaat niet super goed met de opa van Justus en hij moet ook wel eventjes een poosje blijven. En ze kunnen eigenlijk niet zo goed zeggen hoe dat allemaal gaat aflopen. De grote wens van Justus is eigenlijk dat opa hem nog een keer kan zien optreden. En ze treden dan op het Summer Breeze Festival, waar ook Sam en Ramona staan met hun satéfoodtruck. Het leuke is dat ook de andere personages uit de vorige reeks, zeg maar, hier ook nog eventjes aan te pas komen. Het gaat eigenlijk allemaal heel goed en zelfs Ramona die mag mee optreden met Justus, want dat is ook wel iets wat zij heel erg graag wil, want ze kan dus heel goed zingen. En haar vriendin heeft altijd gezegd, waarom doe je hier niks mee, maar dat vond Ramona toch wel erg spannend. Ze blijven ook op dat festival, zeg maar, logeren, omdat het een meerderdaags festival is. En tijdens het kampvuur vallen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plek. En kom je er ook eigenlijk achter wat het grote geheim van Justus nou is? En is ook de vraag of Timo uiteindelijk nou ook wat voelt voor Ramona, of dat het echt van één kant komt. Ik ga niet vertellen hoe dit verder eindigt. Ik vond het uiteindelijk wel een leuk boek, maar ik denk dat ik het nog fijner had gevonden als ze alles in één groot boek hadden gedaan, omdat je nu 3 vrij korte verhaaltjes hebt. Het volgende boek wat ik heb gelezen is Slechts één vergoed van Natasha Madison. Dit boek gaat over Dylan en over Alexia en zij zijn in de vorige boeken ook wel eens ter sprake gekomen. De dromen van Dylan kwamen eigenlijk uit toen hij op zijn 10e werd geadopteerd en hij het leven kon leven wat ieder kind zich wenste. En hij had daarnaast ook nog eens een toptijd op het ijs, dus dat was voor hem echt heel erg fijn. Alex voelde eigenlijk altijd als het irritante kleine zusje dat hem overal naartoe volgde. En ze waren eigenlijk toen al hele goede vrienden, maar ze waren dus niet fysiek familie omdat Dylan geadopteerd was. Dylan speelt op dat moment bij een ploeg, maar Alex die verhuist omdat zij een baan aangeboden krijgt aan een hele andere stad. En Dylan begint zich steeds ongelukkiger te voelen sinds Alex weg is. Hij heeft wel zijn hond, maar er zijn wat problemen bij de club waar hij speelt en hij wordt er eigenlijk niet heel erg blij van. Als het seizoen eindigt, is het voor hem eigenlijk altijd duidelijk dat hij geen terugkeer zal maken bij deze
deze club waar hij op dat moment zit. En dan gaat hij naar Alex toe om daar te logeren. Want ze gaan uiteindelijk weer met de hele familie op vakantie. Alex die deed wat. Dylan vraagt er wel wat over. En je merkt eigenlijk al dat hij wat irritatie daarover heeft. Maar Alex heeft dit eigenlijk nog niet eens echt door. Inmiddels heeft Dylan ook een aantal gesprekken gehad voor clubs waar hij eventueel terecht zou kunnen. En een van de clubs, daar speelt ook een groot deel van zijn familie. En aan hem is dus de keuze waar hij dus wil gaan spelen, omdat hij meerdere aanbiedingen heeft. Als ze dan met z'n allen op vakantie gaan, ontploft eigenlijk de bom. Alex kan haar gevoelens niet langer meer bedwingen voor Dylan en ze flapt het er eigenlijk in één keer uit. En Dylan reageert niet zoals zij gehoopt had. En omdat ze daar zo van ontdaan is en zich zo schaamt, besluit ze met een smoes terug te gaan naar huis en de vakantie vroegtijdig af te breken. Ze gaat naar het asiel toe waar ze de hond hadden ondergebracht voor de vakantie en haalt de hond terug op. En dan ineens staat Dylan ook na de vakantie weer in haar huis en weet ze eigenlijk niet zo goed wat ze hiermee aan moet. En helemaal niet als ze hoort voor welke ploeg Dylan uiteindelijk heeft gekozen om te gaan spelen. Of deze twee een relatie krijgen laat ik in het midden. Ik vond het wel een heel leuk boek. Ik vond het jammer dat dit het laatste deel was van dit boek, want ik heb wel heel erg genoten van deze boeken. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Nooit meer hetzelfde van Suzanne Musquet. Dit boek gaat over Claudette. Zij is een succesvolle relatietherapeut en ze weet eigenlijk elke relatie weer op de rit te krijgen. Haar praktijk heeft een hele lange wachtlijst. En ze heeft ook een boek geschreven met relatietips en die is al toe aan haar 12e druk. Ze geeft ook online cursussen en een plekje te bemachtigen daar is vrij moeilijk omdat dat gewoon ook best wel goed loopt. Dus je moet echt net gelukkig zijn om dat plekje weten te bemachtigen. Zij is zelf getrouwd met Lammert en ze hebben een tweeling, Rijk en Eloïse. En het leven van Claudette lijkt daarom perfect. Totdat Lammert eigenlijk tijdens het avondeten ineens prompt verloren laat vallen dat hij wil scheiden. Dit had Claudette nooit verwacht en de grote vraag van haar is dus, ja, ik kan een huwelijk van iemand anders redden, maar hoe ga ik mijn eigen huwelijk redden? En ze wil dan ook koste wat het kost het huwelijk met Lammert proberen te redden, waar hij uiteindelijk wel mee instemt. Alleen Lammert die werkt voor een grote hotelketen die hij inmiddels het stokje waarvan hij inmiddels het stokje heeft overgenomen van zijn vader en moet best wel intens samenwerken met een collega die een vrouw is en Claudette die vertrouwt dat eigenlijk allemaal niet zo goed en heeft er een naar onderbuikgevoel bij. Lammert benadrukt keer op keer dat er eigenlijk niks tussen hen is, maar Claudette gelooft het niet. Als ze dan eigenlijk zelf ook een beetje door de mand valt, omdat ze tijdens haar cursus wordt ondervraagd door een journalist, weet ze eigenlijk niet zo goed meer hoe ze daarop moet reageren. En ze besluit daarom Lammert te gaan verrassen in Antwerpen. Want ze geeft daar zelf ook een cursus en Lammert heeft wel gevraagd of ze hem komt opzoeken, maar ze is onverwachts eerder klaar en ze besluit om hem daar al op te zoeken. Daar ziet ze dus Lammert eigenlijk heel gezellig staan met zijn collega en er knapt iets in Claudette en ze besluit eigenlijk heel boos om terug naar huis te gaan. Er zitten ook echt nog wel momenten in waarvan je denkt van nou, ze hebben het heel leuk samen, maar je merkt ook wel veel ellende op. Of het uiteindelijk lukt om dit huwelijk te lijmen, dat ga ik niet verklappen. Maar ik vond het uiteindelijk best wel een verfrissend boek om te zien wat mensen ervoor willen over hebben om een relatie weer te redden of in dit geval een huwelijk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Verleidelijk Lekker, geschreven door Madeleine Kersenboom. Dit boek gaat over Ilse en Ilse die werkt voor een vrouwenmagazine met de naam Claire. Haar grote droom is eigenlijk om een wekelijkse column te schrijven en ze is dan ook super blij als ze die kans krijgt. Er blijkt echter wel een addertje onder het gras te zitten, want Ilse mag niet haar eigen onderwerpen kiezen voor haar columns, want dat heeft de redactie al voor haar gedaan. En de titel is Ilse strijdt tegen de kilo's. Hun vinden eigenlijk Ilse te zwaar en ze vinden dat Ilse best wel wat mag afvallen, maar Ilse heeft eigenlijk helemaal niet zoveel problemen met hoe zij eruit ziet.
Ze ziet het thema ook eigenlijk totaal niet zitten, maar ze stort zich toch op het afval omdat ze die column heel graag wil. Haar beste vriendin en huisgenoot Kim die steunt Ilse en die maakt dus heel veel gezonde salades en haalt haar zelfs over om mee te gaan naar de sportschool waar de vriend van Kim werkt, Stef. Het afvallen valt Ilse best wel zwaar. Ze heeft best wel wat handvaten gekregen vanuit haar werk om gebruik te maken van een diëtiste en een personal trainer. En dat doet ze ook allemaal wel, want ze heeft echt heel veel over voor haar eigen column. De personal trainer Jasper vindt ze eigenlijk wel een hele leuke bijkomstigheid, want ze vindt het wel een hele leuke man. Alleen ze vindt wel dat hij haar heel erg afbult en als hij hem dan ziet kijken naar wat slankere modellen, zakt de moed eigenlijk haar nog verder in de schoenen. Dan krijgt Ilse de opdracht vanuit haar werk om een reportage te schrijven over Second Love. En het is dus de bedoeling dat ze hierbij zelf op date gaat om te kijken wat er dus schuilt achter deze mensen die dus een partner hebben om op dit soort websites te gaan zitten. Ze doet dan ook eigenlijk een hele schokkende onthulling en hierdoor komt de vriendschap met Kim echt onder hele grote druk te staan. Wat Ilse ontdekt ga ik natuurlijk niet vertellen. Of de vriendschap uiteindelijk wel weer goed komt, laat ik ook in het midden. En ik vertel uiteraard ook niet hoe het verder afloopt met Jasper en haar column. Daarbij zou je het boek echt zelf moeten lezen. Maar ik vond het echt wel een heel verfrissend en leuk boek om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De Andere Kant van het Verhaal, geschreven door Marian Kies. Ik heb over dit boek dus echt getwijfeld of ik hem uit wilde lezen, omdat ik heel erg in de war raakte. Dit boek gaat over drie vrouwen, namelijk over Jojo, Emma en Lily. Jojo is een literair agent in Londen en ze is verliefd op haar getrouwde baas. Jojo krijgt dan wel een probleem door met twee cliënten die voor kort de allerbeste vriendinnen waren. Ja, ze doet het eigenlijk best wel goed in haar agentschap. Ze sleept mooie deals binnen voor de mensen die zij vertegenwoordigt. En het gaat eigenlijk allemaal best wel van een leien dakje. De relatie met haar baas dat is natuurlijk wel een dingetje. Want ze kunnen niet steeds bij elkaar blijven slapen. Omdat anders de vrouw van haar baas daar natuurlijk onderbuikgevoelens bij krijgt en hij heeft ook nog twee kinderen. Uiteindelijk wil hij zijn vrouw wel gaan verlaten, maar er komt eigenlijk elke keer wat tussen. En dan kan Jojo ook nog eens partner worden bij het bedrijf waar zij werkt. Dus besluiten ze om hun relatie bekend te maken nadat deze hele verkiezing is geweest. Als ze er dan achter komt dat haar baas niet aan haar kant heeft gestaan tijdens deze vertegenwoordiging, is zij eigenlijk heel erg zwaar teleurgesteld en neemt ze een heel erg drastisch besluit. Lily Wright is schrijfster en ze heeft een debuutroman geschreven die eigenlijk ingeslagen is als een bom. Ze heeft ook al een voorschot gekregen voor een tweede boek en die hebben ze ook al opgemaakt. Want haar man en zij die wilden heel graag een ander huis krijgen omdat ze op een gegeven moment ook hun huis uit moesten. En ze vinden het huis waar ze zich allebei eigenlijk heel prettig voelen. Maar eigenlijk kunnen ze het niet betalen. Dus door een lening van de bank kunnen ze uiteindelijk wel dit voor elkaar krijgen. Maar er zitten dus bepaalde voorwaarden aan. Lily krijgt alleen echt letterlijk geen letter meer op papier omdat ze zit met haar hoofd bij heel veel andere dingen en het lukt haar maar niet om een tweede boek te schrijven. Ze heeft nog wel een boek op de plank liggen die ze jaren eerder heeft geschreven en ze besluit om die aan te dragen als er echt weer nadrukkelijk gevraagd wordt om een boek. Maar dit boek wordt echt een totale flop en zelfs haar relatie met haar man komt onder vrij grote druk te staan. Dan hebben we ook nog Gemma. Gemma was dus een vroegere hartsvriendin van Lily. Alleen Lily is er vandoor gegaan met de minnaar van Gemma. Althans, zo wordt het vanuit Gemma's verhaal geschreven. Als je later het verhaal van Lily leest, blijkt het heel anders gegaan te zijn. Dus het zit bij Emma toch anders in haar hoofd.
Nou, als Emma dan alleen gelaten is, koopt ze van schrik eigenlijk 5 paar nieuwe schoenen. En ze schrijft hele hilarische e-mails aan haar vriendin die in het buitenland woont. Tot grote ramp besluit ook haar vader nog eens bij haar moeder weg te gaan. En haar moeder die heeft eigenlijk nooit echt op eigen benen gestaan, omdat ze in het huishouden hadden dat haar vader het geld verdiende en haar moeder zorgde dus voor Gemma en het huishouden. Dus de moeder van Gemma staat er ineens compleet alleen voor en ze raakt vrij depressief, waardoor Gemma een tijdje bij haar moeder intrekt. Dit is niet ideaal en ze blijven ook eigenlijk hopen dat haar vader nog tot bezinning komt en terug zal keren. Nou, tot grote mate van ramp gebeurt dit niet en haar moeder blijft eigenlijk depressief en ze krijgt ineens ook heel veel medicatie vanuit de dokterspraktijk. En dat loopt allemaal gewoon niet zo lekker. Maar dan belanden die hilarische e-mails van Gemma op onverklaarbare wijze op het bureau van Jojo. En die ziet eigenlijk wel een bestseller in deze e-mails. Dus Gemma besluit ook om een boek te schrijven. En de grote vraag is: wat doe je dan als wraakje in de schoenen geworpen wordt? Dit zijn eigenlijk de hoogtepunten van dit boek. Waarom ik het lastig vond om door dit boek heen te komen, is omdat ik net soms lekker in het hoofdstuk zat van de een en ik weer teruggetrokken werd naar het volgende hoofdstuk, wat weer over de andere vrouw ging. Het was zo'n klein stukje en dan zat je weer in het volgende hoofdstuk. En dat vond ik wel een beetje lastig. Uiteindelijk vind ik het wel leuk dat ik hem uitgelezen heb, maar ik vond het wel een rommelig boek. Nou, dan waren dit alle gelezen boeken van oktober. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen, of dat je misschien interesse hebt om een van deze boeken te lezen. Ja, net wat ik zeg, ik vond ze eigenlijk, de 4 boeken die ik gelezen heb, vond ik hartstikke leuk. De vijfde heb ik uiteindelijk uitgelezen, maar kostte me wat meer moeite. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien nog een heel leuk boek hebt gelezen waarvan je denkt van nou, dat vind ik wel leuk om te delen. Laat het dan vooral weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je die melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker ook even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!